can fly. Think I can fly when I'm with you. My arms are wide, catching fire as the wind blows. I know that I'm rich enough for pride. I see you. Hallo mensen. Naar een nieuwe Let's Play. Ik ben met Jodie en zij zit op haar nieuwe paard. Dus daarom herkennen jullie haar niet. Jup. Maar weer heel veel paarden gekocht, dus. Ja, maar doet er weer iets wat ik praat, want waarschijnlijk horen ze je niet. Oké, maar we gaan nu even iets doen, maar we gaan niet zeggen wat het is. Hier komen we wel achter. Het is helemaal fijn. Wat? Wel heel erg leuk. Ja. Oké, okay, weet je, waarschijnlijk komt deze Let's Play bij mij pas dinsdag online. Oké. En mensen, als je op de wedstrijdvideo, als ik daar heel stijf eruit zie, nou, dat kan kloppen, want ik heb een spierscheurtje. En dus ik kan met paard rijden mijn benen niet zo, mijn ene been niet zo goed gebruiken. Want dit doet heel erg pijn dan. Dus. Oké, we zijn er. Kom hier staan. Ja. Oké, we gaan het nu onthullen. Ja, ik heb het gedaan. Oh my god. Dat is wel duur. Nou, zo duur snel kan niet. Wow. Hè, deze spel geeft een gouden gloed. Oh my god. Nou mensen, hier hebben we ons thuis van gemaakt. Dat is dit toch niet zo'n goed idee. Hoezo niet? Nou, het geeft zo'n goudgelige gloed. Nee hoor. Oké, okay, ik ga gelijk deze race doen. Oh, maar nu kan ik niet naar veel deel met spelen. Nee, dan zul je toch even naar de rij om moeten, schatje. Ik zei het toch? Misschien moeten. Ik zat er nog aan te twijfelen. Misschien kunnen we niet nergens mee heen. Helemaal naar de rijhal, maar dan ga ik eerst mijn pony wat trainen. Wat? Dan moet ik weer helemaal naar de rijhal, maar ik ga eerst mijn pony dan wat trainen. Oké, mensen, wat vinden jullie ervan? Het is misschien een beetje afgelegen, maar het is wel leuk. Ik vind het ook wel leuk. En het is heel erg mooi. En ze hebben een rijbak hier en zo. Ja, en op zich, 's avonds kunnen wij hier wel leuke dingen doen. Alleen, het probleem is dat de trailers niet verbonden zijn met elkaar. Goed. Dat is het enige. Want als dat wel zo was, dan vond ik het helemaal perfect. Ja, als het nou, oké, het is misschien een lange afstand, maar ze kunnen best wel die lange afstand doen dat je dan bijvoorbeeld iets duurder is. Bijvoorbeeld 50, weet je wel, 50 shillingen. Dat maakt wel echt geen ene ding eruit of dat duurder is. Daar heb ik genoeg van shillingen. Ik moet je heel veel Star Stable geluid uitzetten, want ik hoor jou bijna niet en de Star Stable geluid wel. Oké, ik zal het zo doen, maar ik ben even met een race bezig. Oké. Ze hebben hier ook wel leuke winkels. Ja, klopt. En je bent bij Vissersdorp, dus je kan zo naar bijvoorbeeld. Voor Prins of Jarlan. Op zich kan je via Jarlan. Je kan bijvoorbeeld naar Jarlan gaan, daar alle races doen en dan zo naar Moorland lopen, weet je wel? Je kan zo wel een heel mooie train schema hebben. Oké, wacht. Zullen we straks even een trainprogramma maken waar. Welke... Ja, ik vind dat goed. Oké, ik zal heel even...
deze race afronden? Ik ben hier paaseieren aan het zoeken. Ik pak even de kaart bij. Oké, we zijn nu bij het Golden Blad. Nou, dan doe je natuurlijk eerst de Golden Blad race. Dan ga je zo naar Westkaap. Wil je dan eerst alles in de Gouden Heuvel doen? Ja, natuurlijk. Oké, nou, dan doen we Gouden Heuvelen. Dan doen we de Rijal, dan doen we Wijngaard. Want dan komen we terug via Gouden Heuvel. Oh ja. Oké, dan gaan we naar Vissers de Westkaap. Dan gaan we naar Jarlenheim. Dan naar Moorland. Dan naar Verpinte. Dan naar Veerkoop. Dan naar Vildelmeer. Dan naar Vildel. Dan naar Dorp Schilverkleed. En daarna naar de Wijngaard. En dan zo terug naar Hoofd voor de Gouden Heuvel. Oké, mensen, ik zal even op mijn kaart aanwijzen. Dan ga je dus van hier alle racen naar hier. Neem je de boot zo. Naar hier, ga je hier alle racen doen. Dan rij je hier naar Moorland. Naar Moorland. En dan ga je naar Verpinta. Dan ga je naar Veerkwel, Vildelmeer en Vildel. En dan ga je via het Holle Bos zo naar Zilverkleed. En dan doe je daar alle racen. Ga je nog naar de Gouden Heuvellijn. En dan ga je via Vissersdorp weer terug naar het Gilderblad. Blad. Yep. Nou, dat vind ik een goed schema. Zullen we zo dan maar gaan trainen? Hè? Ja, maar ik heb al wel een paar races gedaan vandaag in Zilverkleed. Oké. Maar als je in Vildel bent, kan je ook wel de race in Dino Valley doen, maar dat hoeft niet. Nee, maar ik ga wel naar Dino zo meteen. Ik weet niet. Als je Dino Valley toe gaat en je gaat die Nick Stoneground expeditie ontgrendelen, dan krijg je zoveel XP dat je bijna level 16 bent. Maar van die van professor Einstein of van Nick? Einstein. Oh. Want ik heb nu gewoon bij Nick Stoneground, zeg maar, de Stoneground expeditie en niet echt die van... Ja, maar die van Einstein krijg je juist missies voor. Die Nick Dinges krijg je niet. Oh, ik word helemaal gek van mijn paard. Oké, maar... Ik ga zo wel even eten, denk ik. Oh ja, mensen... Deze Let's Plays, die dus eigenlijk die online komen op maandag en dinsdag, die zijn niet helemaal up-to-date, maar wel bijna. Dus schrik niet dat er nu wat weer ouderen zijn gekomen. Maar echt waar, ik beloof het, van de volgende week zullen we echt up-to-date hier zijn. Maar het komt ook wel een beetje omdat ik in het weekend Let's Plays maak soms. En dan komen ze later online. Bij mij is dat niet zo, want ik heb het niet meer. Maar... Hoe lang duurt het uploaden van een 20 minuten video dan bij jou? Bij mij duurt dat zo'n half uurtje, denk ik. Ja, bij mij dus gelijk 200 minuten. Oh my god, ik kan nog steeds niet geloven dat we ons thuis al hier hebben gedaan. Nee, ik weet niet. Ik vind het wel handig, maar ook weer niet. Ik vind het wel leuk, maar niet handig. Nee, inderdaad. Maar we gaan nu niet gelijk terug veranderen, toch? Nee. Alleen, ja, het maakt ook niet zo heel veel uit. Nee, inderdaad. Maar bij Steve vond ik wel wat praktischer. Wat? Bij Steve vond ik wel wat praktischer. Ja, inderdaad. Nu heb ik er best spijt van. Ik ook. Oh my god, dat zijn echt kleuters. Hoeveel starcoins heb jij nog dan? Ik heb er nu nog 376. Dus ik had het liever niet gedaan, want nu moet ik langer wachten op mijn paard. Maar ja,
Nee, want dan had je net niet genoeg, want die heeft, die kost 890, dus je had sowieso al langer moeten wachten. Want anders had je er nu nog 385, dan had je er 5 te weinig gehad, dus je hoeft niet een week langer te wachten. Nee, ik had 401 star points. Oh. Dus ik had hem dan na 5 minuten kunnen kopen. Waar gaat deze boot eigenlijk heen? Ik weet niet eens waar deze boot heen gaat en ik stap wel in. Oh, Jordaan, oké, mooi. Oké, nou dit is een hele korte let's play, want ik heb geen zin om zo'n lange let's play te maken. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer op mijn kanaal, ook op Schurts kanaal. Die staat in de beschrijving. Doei!